Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Smerem Design Vloeren Oosterwijk. Goedenavond en welkom bij de nieuwe uitzending van Interferenscafé. Vanavond heb ik als gasten wethouder Rolf Dals van Sport... en Ruud van Baast, directeur Tilburg Trappers. Om te beginnen met de heer Dals. De heer Dals is al bestuurder al puur zang en al jaren wethouder van Sport in Tilburg. Daarnaast ook een heel belangrijk lijstje zorg, welzijn en gezondheid... ouderenbeleid, maatschappelijke participatie... ...evenementen, inclusief de vergunningen, emancipatie en integratie... ...en daarnaast is de heer ook nog wijkwethouder van Berke Lenschot... ...Biesermortel, Udena en Korvel, Westend en Sint-Ander en Trouwlaan. Hoe druk bent u eigenlijk op bezig? Ja, daarvoor is het ook zo dat we dit s'avonds doen en niet over, overdag, want dan red ik het niet. Nee, ik zeg, er zei ooit, ooit iemand, dat was een, een, een kaasboer die stond op de markt... ...die, die, die, die meneer die was tachtig, en toen zei iemand... U houdt dat al zo lang vol. Toen zei die kaasmoeder: van, ach, zet die. Een hobby mag tijd kosten. Dus als je dit werk niet, niet graag doet, dan ga je altijd op de klok kijken. Ik, ik doe het enorm graag. En zeker sport. om uh, ja, um hier bij de trappers te zijn is gewoon geweldig. Er is heel veel gebeurd de laatste jaren, jaren in sport. De corona hebben overleefd niet van zover tot nu toe. Uh, er zijn veel vernieuwingen gebeurd aan het sportcentrum. Wat is er aan zo'n beetje allemaal veranderd hier in het IJsparcentrum. Ja, laten we eerst even terug naar de, de coronatijd. Hè. Kijk, wat het mooie is, in heel die coronatijd, zowel bij sport als evenementen, hadden mensen het moeilijk. En alles wat dan vanzelfsprekend is, is niet meer vanzelfsprekend. En eigenlijk leer je dan elkaar beter kennen. Je hebt eigenlijk hele andere gesprekken met elkaar. Het gaat niet alleen maar over van, hoe gaan we met elkaar om als alles vanzelfsprekend is, maar hoe komen we met elkaar die enorme ver, vervelende tijd, hè. Met, ja, hoe, hoe kom je dat door? En ik moet zeggen, uh, 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 ik denk dat we een mooi traject doorlopen hebben met de trappers, maar ook met andere uh, kamerinnen met de Tilburg Ten Miles. Zoveel gesprekken gevoerd en twee keer was het, het gaat niet door. En toch doet dat iets goeds in je relatie, omdat niet meer alles vanzelfsprekend is. En je bent je bewust wat je wel kan doen met sport. Dan kijk even naar de Tilburg trappers. Uh, de tijd dat hier uh, uh, niet meer ges gespeeld kon worden, niet meer getraind mocht worden, er waren allemaal regels voor. Je zat aan de ene kant in zak en as van wat betekent dat financieel, wat betekent dat maatschappelijk, kan ik het overleven? Maar ook de fans die missen het. Hè? Dus ik denk de sociaal-maatschappelijke impact van sport, van topsport op dit niveau, dat is zo groot voor Tilburg. Ja, en als je dan tussendoor wat kleine aanpassingen kunt doen aan het, uh, ja, aan het theater, aan het sporttheater, hier zo, zo noem ik het maar, wat bijna is het een theater met de ledschermen en alles wat erbij komt kijken. Ja, dan is dat mooi meegenomen. Geldt voor jou natuurlijk ook, Ruud, van hoe druk je het hebt. Uh, veel oudere ijsloktliefhebbers kennen jou nog uit een andere periode, namelijk als referee. Uh, maar sinds uh, een tijdje ben je nu algemeen directeur bij Tilburg Trappels. Was je wel voorbereid op zo'n functie? Um, ja, nou ja, goed, op de, op de functie wel. In die zin, uh, um, ik zit sinds uh, zes jaar uh, zat ik ook in het bestuur. Hè? Dus in die zin wist ik al wel een beetje wat er hier grilde uh, en zelde binnen de club. En juist op het moment dat uh, corona uh, uh, kwam en wij zonder algemeen directeur zaten, was dat voor mij, voor mij het moment om te zeggen van joh, ik ga mijn hart volgen en ik, uh, en ik spring erin. Uh, dus ik. Had enigszins wel in de gaten wat ik, uh, wat ik voor functie zou gaan doen. Alleen de, de uitdagingen en ja, alles waar we dat jaar mee te maken hebben gehad, dat, was, uh, ja, dat had niemand kunnen, kunnen verzinnen. En, uh, dus dat was wel weer allemaal nieuw en uh, nou, ontzettend leerzaam als ik erop terugkijk. Hè, dat zal niemand me ooit meer afnemen. Maar ook wel weer mooi, en daarin uh, ja, kan ik de wethouder ook uh, beamen zeg maar, in de relatie tot uh, de gemeente, uh, maar ook tot andere clubs in de Oberliga, tot de Duitse Bond. Je ziet gewoon dat je dan samen toch uh, uh, de schouders eronder zet en tot oplossingen komt die voorheen ondenkbaar waren in de, in, in de normale tijd. Zeg maar. En dat is gewoon geweldig gaaf, en uh, ja, daarin zijn we iedereen, met name de gemeente, ook super dankbaar, want dankzij hen ja, hebben we hier uiteindelijk ook kunnen, kunnen overleven. Ja, je hebt natuurlijk de corona, ik kon niemand voorspellen zoiets, maar als je nou de even wegstreedt, waar ben je dan tegenaan gelopen? Waar ben ik tegenaan gelopen? Nou, we, hebben, we zijn ontzettend hard gegroeid de afgelopen uh, zes jaar. Hè? Sinds de stap in de, in de Oberliga, dat heeft uh, geen windeieren gelegd. Dat heeft een enorme aantrekkingskracht gehad op, uh, op fans, op sponsoren. Uh, en dat is hartstikke mooi. Maar daarmee uh, ja, komen ook groeipijnen en uh, dat hebben we ook gezien. Van ja, het was nu ook wel het moment om te zeggen van, joh, we moeten ook de organisatie verder gaan uh, professionaliseren uh, om te zorgen dat we ook toekomstbestendig uh, alles aan kunnen. Dus twee jaar geleden hebben we eigenlijk besloten om sowieso een reorganisatie door te voeren. Een algemeen directeur aan te stellen en eigenlijk het meer bedrijfsmatig te gaan aanvliegen, zonder daarbij de charme van de club en de uitstraling en de trappersfamilie te verliezen natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk zijn de belangen en de, en de, en de zorgen, maar ook de, de, de ja, alles bij elkaar, zo groot dat je het wel professioneel moet aanpakken. En dat is denk ik wel iets even los van corona. Uh, denk ik dat het iets is, de, de grootste winst die we hebben kunnen pakken. En als je dan ziet dat je dat hebt kunnen doen, uh, zelfs in tijden van corona. En dat we gezegd hebben van, joh, wat doen we ermee? Houden we vast aan dit organisatiemodel? Gaan we inderdaad een directeurspositie vervullen? En, hè, want je neemt alles, alles neem je toch onder een vergrootglas. van, ja, is het noodzakelijk? Dan denk ik achteraf bezien dat het goed is dat we toch koers zijn blijven varen op het meerjarenplan. De strategie voor de langere termijn hebben vastgehouden. En ons niet hebben laten uh, afleiden door anderhalf jaar uh, corona als Het sport is heel belangrijk in deelburg, hè? Staat uh, redelijk hoog aangeschreven in Tilburg. Maar niet iedereen kan sporten. Niet, heeft, niet iedereen heeft ook het budget om te sporten. Is er nou een mogelijkheid voor mensen met een minder budget om toch te sporten in Tilburg? Ja, allereerst aller het belang van sport. Hè? Je hebt natuurlijk breedte sport, je hebt topsport, je hebt sport als middel. Ik denk dat laatste sport als middel, dat denk ik vanuit de maatschappelijke kant enorm belangrijk. Uh, 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 uh. Het voorkomt eenzaamheid. Hè? Pak even, gisteren hadden we het nog over de. Diabetes Challenge, gewoon met mensen gaan wandelen en je, en je leert elkaar kennen. Je komt ze ook uh, eens, eenzame periodes door. Uh, kinderen, hè, dus om te participeren, uh, de maatschappelijke participatie, daar, daar helpt het mee. Nou, en als je mensen hebt die net wat minder bedeeld zijn, we hebben in Tilburg de meedoenregeling, je hebt de Stichting Leergeld. Dus iedereen moet kunnen sporten en bewegen in, in Tilburg. En de, de onderwijsinstellingen voor de jonge kinderen weten die wegen te volgen, de sportclubs weten die wegen te volgen. Daarvoor hebben we vanuit het sportbedrijf clubondersteuning om hen ook op die regels te wijzen. Om zodoende ook de sportparticipatie, zeker vanuit de jeugd, maar ook de, oude, de ouderen geldt dat ook voor, maar zeker voor de jeugd. Eh, dat we die eh, 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 ja, allemaal zien toenemen. Dus zo belangrijk. En, en niet iedereen die kan topsport doen, maar bewegen met elkaar samen zijn. Uh, competitie of uh, zelfs de competitie op oproepen onderling op een gezonde manier. Ja, ik denk dat dat goed is en daar doen we alles aan. Er wordt heel veel aan gedaan in Tilburg. Zijn er nou nog nieuwe ideeën om in zulke situaties om te zeggen van nou we kunnen dit verder ontwikkelen of kunnen dat verder? Of is dat een lopend proces? Nou, bijvoorbeeld, we hebben nu die twee regelingen, noem ik. Hè. We hebben daarnaast hebben try-out sport. Dat is eigenlijk een periode in het jaar waarin uh, kinderen eigenlijk. Uh, Heel, heel aantal sporten uh, kunnen beoefenen om te kijken wat ze leuk vinden. Het aardig was: ik was een paar weken geleden op in de school in Noord. Dan kwam een, uh, nu een professioneel basketballer, uh, Kene, Nene Kiamesso. Hij uh, 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 basketbalde nu in uh, Italië, had uh, college basketbal gedaan in uh, Amerika. En die kwam op zijn oude school uh, en hij sprak daar de kinderen toe. Er was nog een juffrouw die hem nog kende van toen hij daar op school zat. En hij zei echt tegen de kinderen, ik heb hier een groot aantal jaren ook gezeten, een groot aantal jaren terug. En toen kreeg ik ook die folder. En ik zat op voetbal, maar toen ben ik naar basketbal overgestapt. En kijk wat er nu gebeurd is. Dus we proberen die role models ook in te zetten en, hè, om als voorbeeld te dienen naar die jeugd toe. En daarvoor is eh, topsport, daar geven wij binnen de gemeente niet het meeste geld aan uit, maar daar geven we wel geld aan uit. Om met name ook eh, anderen te enthousiasmeren. Het is ook een voorbeeldrol. En ik, ik weet zeker dat eh, Tilburg Trappers ook die maatschappelijke functie hoog in het vaandel heeft staan. En dat vinden we gewoon extreem belangrijk. Ruud, zeker op die uh, jeugd uh, doorgaand. We hebben natuurlijk best wel een goede jeugdopleiding hier. Uh, die heel graag verder willen. En we hebben natuurlijk voor doelen voor die kinderen dus Obelieke. Is er nu nog een mogelijkheid om te promoveren naar de del 2? Uh, het zijn eigenlijk twee, twee verschillende dingen die je zegt. Hè? Als je laatste zou ik ook al willen weten, Ruud. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, op dit moment niet. Hè. Dus, dus dat, uh, daar ben ik eerder ook al uh, vrij duidelijk in geweest. Die ambitie is er zeker. Dat past ook gewoon bij onze Stilburg-trappers. Wij zullen onverminderd doorgaan om toch ooit een keer die stap te kunnen maken. Uh, maar zoals de situatie nu is, uh, niet. Uh, sowieso voor dit seizoen uh, zou het ook niet reëel zijn als je kijkt waar je vandaan komt en wat je allemaal hebt moeten laten het afgelopen jaar. Even teruggaand op, uh, op de jeugd en de ontwikkeling daarin. Er zijn ook een aantal elementen, en dan, dan uh, kom ik even terug op uh, wat de wethouder ook zegt. Uh, wat, wat de gemeente, in mijn optiek, op dit moment heel erg uh, goed aan het doen is: is te kijken van oké, okay, maar waar. ...hebben Tilburgse uh, mensen, jeugd, of in ieder geval Tilburg en regio nou behoefte aan? En zo hebben ze onder andere op de Irene wuishal het uh, vrij uh, hokje uh, weer terug in, in het leven geroepen, eigenlijk. Hè. En je ziet gewoon, voorheen mochten er geen pucks en sticks op het ijs, in verband met ook een stukje veiligheid natuurlijk. Nu zijn er wat spelregels gemaakt en iedereen mag vrij komen ijshokje. Nou, dat is gewoon geweldig. Hè. Niet alleen zeg maar voor de instroom in onze jeugdopleiding, maar puur voor het stukje sportplezier van, uh, van kinderen of andere uh, personen die dan toch graag ook gewoon uh, lekker even pukken, zoals wij dat dan altijd uh, noemen. Nou, daarnaast uh, uh, hebben we ook altijd nog wel de wens, zeg maar, om echt een regionale functie te vervullen als Tilburg Trappers. We willen echt het voorbeeld zijn voor andere clubs om te laten zien dat het kan. Dat je dus als club echt serieus uh, een grote professionele jeugdopleiding kan doen. En natuurlijk, met de Oberliga plukken we daar hopelijk op termijn de vruchten van. Maar we willen ook richting ijshockey Nederland laten zien dat wij een voorbeeldclub zijn en dat het effect wat wij creëren ook zijn invloed heeft op andere clubs. Dus zo werken we ook samen met de Yeti's in Breda. Dat is denk ik een heel mooi voorbeeld om te zien: van joh, als je creatief bent en je gaat op zoek naar oplossingen. Uh, wij hebben zeg maar twee teams die uh, uh, op het niveau van de eerste visie kunnen spelen. Maar dan mag er maar één onder de naam Tilburg Trappers in de competitie. En dus zijn we de samenwerking aangegaan met Breda. Die wilde graag competitief ijshockey spelen. Dus ons team is naar Breda gegaan, speelt onder de naam Breda Yeti's. Waardoor we en iedereen voor de sport hebben kunnen behouden. Breda heeft in één keer een leuk affiche wat ze naar buiten toe kunnen uitstralen. Trekt ook weer jeugd aan. En het is gewoon een win-win situatie voor het ijshockey in zijn algemeenheid. En dat is wat we heel graag ook met de jeugdafdeling willen, willen nastreven. Meneer Dans, burgemeester Nordanes heeft ooit gezegd: uh, Tilburg Trappers is een exportproduct voor Tilburg. Hoe belangrijk is Tilburg Trappers eigenlijk voor Tilburg? Ja, het is uh, verbonden aan Tilburg, het zit in de bloedvaten van Tilburg, het zit in de vezels van de Tilburg. En dat merk ik ook zelf als ik hier altijd kom, het werd net door Ruud ook gezegd, een familie. En ik denk ook dat dat zo is, hè? Ik bedoel, uh, als, als ik hier binnenkom, de hartelijkheid aan alle kanten straalt er vanaf. En ik denk dat dat ook, uh, uh, ja we zeggen wel eens, Tilburg is een stad van makers, van doeners. En dat komt in dat ijshokje, in alle poren, Je komt dat naar buiten toe. En ik denk dat dat als exp exportproduct, uh, zeker ook tot uh, uh, ja, Tilburg, dat ook met trots uitstraalt, is natuurlijk altijd bij sport wel zo. Als je suc succesvol bent, gaat dat makkelijker ja, dan succes, anders. Ja. Hè, want ja. zo zijn we natuurlijk ook. Hè, ja. van, uh, ja. Wij winnen en zij verliezen. Ja. Hè, en dan is het weer beperkt tot uh, de echte kleine uh, groep van uh, fans natuurlijk. Maar nee, ik denk dat we hier enorm als Tilburg uh, trots op mogen zijn. Het is uh, met. Uh, 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 binnen sport, hè. net zoals de, de, ja, de Kermis, hoort bij Tilburg, de tilburg Trappers hoort bij Tilburg, de Tilburg-Termaals, hoort bij Tilburg-Willem uh, II en er dus zoveel nog meer. Dat hoort gewoon bij die stad. En zeker nu je ook de, sinds zes jaar uh, richting Duitsland bent gegaan. Nou, uh, ik heb hier een aantal Duitse clubs ook gezien. Uh, die kijken met respect naar Tilburg toe. Dus uit, uiteindelijk heeft dat ook zijn economisch rendement voor de stad. Hè. Dus Til, uh, Tilburg staat op de kaart. Daar, daar is iets te vinden, te zoeken. Heel veel, behalve die drie punten. Ja. Die krijg je hier ja. niet. Die krijg je, je niet. Nee, exact. Ruud, de selectie is uh, ver compleet. Hè, maar uh, zijn, er, zijn er nog mogelijkheden tot nieuwe aankopen? Komen er nieuwe spelers? Uh, zijn er langdurige gelanceerden? Uh, en als jij nou zelf mocht kiezen, wie zou je dan nog een speler willen hebben? Goh, dat is ook weer een, een mooie vraag, uh, Ad. Uh, uh, Beginnen bij begin. Het ja, team is, uh, is zover compleet. Uh, uh, we zien dat we uh, helaas, maar dat hebben we eigenlijk elk seizoen wel toch wel te maken hebben met wat geblesseerden. De een wat korter, de ander wat, uh, wat langer. Uh, dat zorgt er wel voor dat je uh, wat moet gaan schuiven in de lijnen. Uh, ik wil niet te diep op technische zaken ingaan, want daar is uh, technisch uh, manager in Nederland veel beter in. Uh, maar ik merk wel en ik zie wel dat dat, uh, ja, uh, dat het goed is als iedereen wel weer gewoon fit is. Mee kan, uh, mee kan draaien. Um, dus uh, vooralsnog uh, is het zoals het uh, is. Uh, mogelijk uh, uh, ja, zou er in de toekomst nog wel wat uh, bij mogen of kunnen, maar dat, uh, dat gaan we zien hoe het, uh, hoe het zich verder ontwikkelt. Uh, we gaan niet over één nacht ijs, om maar even een mooie metafoor erbij te pakken. We hebben afgelopen zondag uh, uh, toevallig verloren, uh, maar op zich uh, uh, geen paniek en we kijken gewoon even rustig aan hoe het zich verder ontwikkelt. Um, ja, als je aan mij vraagt van ja, wie zou je erbij uh, willen hebben, kijk er zijn er natuurlijk een aantal die... Behalve NHL-spelers. Ja, precies. Ja, het, moet wel, het moet wel reëel blijven, maar uh, als ik dan toch een naam mag, uh, mag noemen, iemand waar ik heel erg van gecharmeerd ben, is Mike Dalhuizen. Uh, verdediger uit, uh, uit Nijmegen, uh, speelt uh, op dit moment in het uh, buitenland op topniveau. Um, ja, is misschien op dit moment uh, nog iets te groot uh, voor ons, maar is zeker wel een, uh, iemand die ik graag zou willen zien. Is naast het feit dat hij gewoon een, uh, een enorm goede ijshakje is, ook echt een persoonlijkheid. En uh, nou, dat, dat zou ik wel mooi vinden. Maar nogmaals, ik ben niet van de technische staf, dus ik weet ook helemaal niet of hij links, rechts is of dat hij de Vs wint. Maar ik vind het gewoon een mooie speler. Ik ben ook niet van de technische staf, maar ik ben het wel eens met jouw keuze. Okay. <laughs> Uh, meneer Dals, we, wij doen uh, als I-13 de livestream hier. En wij krijgen eens een keer wat vragen. En misschien kunnen we er iets over vertellen. We hebben er al verschillende keren iets over gehoord. Maar mensen blijven het vragen. Waarom zijn die netten gekomen aan de zijkant? Puur veiligheid. Klaar, mag ik duidelijk zijn? Kijk, het moet veilig zijn. En wij, wij weten toen dat er net kwamen. Net kwamen. Uh, Weer goed. Ja. <laughs> dat dat best wat beroering gaf, links en rechts. Uh, ik ben na dat de netten er hingen een paar keer hier geweest, ook met een aantal sup supporters gesproken volgens mij. Leren we ermee leven en nogmaals, veiligheid boven alles. En dan kan natuurlijk iedereen zeggen, ja maar ik kom er al zoveel jaar er gebeurt nooit niks. Totdat er iets, iets gebeurt en dan is het, uh, 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 ja dan kijken we de koe in de kont en zeggen we hadden we ze toch maar gehangen. Puur veiligheid, punt. Afgewerkt dit onderwerp? Afgewerkt. Klaar. Moet ook niet meer overzeuren. Zo is het. Ruud, laatste vraag. Wat is jullie doelstelling als bestuur? Kampioenschap. Juist aan de woord. Niks meer en niks minder, dat is gewoon, uh, uh, dat zit ook, uh, we hadden het net over, het zit in de aderen van, uh, van de Tilburgers, nou en in de aderen van Tilburg Trappers zit gewoon altijd willen winnen, uh, altijd voor niks minder gaan dan het uh, dan kampioenschap, uh, ik had het daar eerder ook over de strategie en het plan wat we voor meerdere jaren hebben, dat hebben we op technisch gebied ook voor dit jaar en we gaan gewoon onverminderd voor het kampioenschap. Hier maak ik hartelijk danken voor het uh, gesprek. Ik hoop u op, ons, uh, op de Ballenstraat te zien op het uh, paleis Met ja. ons <laughs> Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Maar ik kom voor die tijd. Kom ik nog een paar keer hier uh, kijken als het mag. Altijd uh, welkom ja, ja, en uh, ja. dank u wel voor deze tijd en uh, tot de volgende keer. Jullie ook dank bedankt. Dit was de aflevering van Café. en tot de volgende aflevering. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Smerem Vloeren Oosterwijk.